Wow, je gaat echt voor een grote hap ook. Ik ruik wel avocado. Nee, dat ruik je helemaal niet. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Bij de allereerste aflevering van Mijn Vriend Probeert. Ik had eerst bedacht dat het Boy Probeert moest zijn, want mijn vriend heet Boy. Maar toen dacht ik, misschien is het wat beter, wat algemener voor nieuwe mensen en zo die geen idee hebben wie mijn vriend is of wat dan ook. Om het mijn vriend te noemen en dan de mensen die hem inmiddels een beetje kennen van de online wereld. Zijn naam is Boy. En dit is een serie die ik heb bedacht waar ik heel erg veel zin in heb. En dat komt omdat mijn vriend en ik een beetje tegenpolen zijn wat betreft eten en wat we willen eten. Ik eet graag zo gezond mogelijk. Ik probeer mijn lichaam zoveel mogelijk te voeden. En ook al kan iets wat gezond is evenveel calorieën bevatten als iets wat ongezond is. Ik denk dan altijd aan dat ik mijn lichaam tegelijkertijd voed, et cetera, et cetera, et cetera. Ik ben ondertussen ook bezig richting mijn droomlichaam. Mocht je de vorige video gemist hebben, ik zal hem even in de beschrijving linken. Dat proces deel ik ook in een aparte serie en dat heet Op weg naar mijn droomlichaam. Dus mocht je je afvragen hoe en wat ik eet en waarom ik bepaalde dingen wil doen, dan krijg je al die antwoorden in die video. Vandaag ga ik een ongezond receptje omtoveren tot iets gezonds. En met gezonds bedoel ik een hogere voedingswaarde dan het ongezonde. Dat wil niet zeggen dat mijn gezonde variant minder calorieën heeft. Het gaat om de ingrediënten en de voedingswaarde. Dus vitamines, mineralen, vezels, etc. Ten opzichte van meestal geraffineerd suiker en nog veel meer andere ingrediënten die het niet per se heel voedend maken voor je lijf, maar misschien wel heel lekker voor in je mond. Goed. Wat ik vandaag ga maken met jullie is een gezonde variant van de chocolademousse. Dus ik ben even naar de supermarkt geweest en ik heb de ingrediënten in huis gehaald. Het was niet zo heel moeilijk, want het zijn gewoon ingrediënten die bijna elke supermarkt wel heeft. Dat is ook wel een uitgangspunt in deze serie, zodat jij het ook makkelijk zou kunnen namaken als je dat zou willen. Het is echt een super, super simpel recept. En dat is denk ik ook heel erg prettig voor mensen die een kleine stap willen zetten richting gezonder eten. De zon begint ineens te schijnen. Ik heb hier met lampen en al geprobeerd het licht zo neutraal mogelijk te maken. En nu gaat de zon schijnen. Weer een enorme schaduw daar. Kijk, die lamp daar, die lamp daar. En dan gaat die zon vet fel schijnen. Onze kerstboom staat trouwens nog steeds, die moet weg. Dan nu op naar de ingrediënten. We hebben nodig medjool-dadels, een blikje kokosmelk. Dan kun je gewoon voor de light versie gaan, wat ik waarschijnlijk gewoon zou doen als ik het voor mezelf zou maken. Maar omdat ik gewoon moet tippen aan die chocolademousse, die super romig en helemaal geweldig is, ga ik dus voor de volle variant. En dat is dus puur voor Boy. Dan hebben we super rijpe avocado's nodig. Echt belangrijk dat ze heel rijp zijn. En niet eetrijp, maar keihard, zeg maar. Zoals ze wel eens verkopen in de supermarkt. Dan hebben we nog cacaopoeder, honing of maple syrup. Dan een heel klein snufje zout, om dat zoete wat meer naar boven te laten komen. En wat je ook nog kunt doen is 1 theelepeltje oploskoffie erbij doen. Als je een soort van diepe smaak wilt. Maar Boy, mijn vriend, die is ook niet zo gek op koffie. Dus ik denk dat ik dat even achterwege laat in dit geval. Het hele recept vind je in de beschrijving. Dus met de hoeveelheden en zo. Want dat ga ik niet allemaal in deze video vertellen. Het is heel onhandig. Maar ik heb ook het recept echt jaren geleden op mijn blog geplaatst. Dus link daar naartoe vind je ook in de beschrijving. Kun je gewoon rustig het recept op je eigen gemak namaken als je wil. Ik ga aan de slag. En dan gaan we samen kijken hoe mooi het vindt. Ik hoop dat het allemaal goed gaat. En ik hoop dat ik hem misschien weer een stapje gezonder kan krijgen af en toe. En ik moet je in alle eerlijkheid zeggen. Wij wonen samen. Hij eet lekker wat hij wil. Ik eet lekker wat ik wil. We laten elkaar helemaal vrij daarin. Alleen voor deze serie vond ik het wel leuk om hem een beetje uit te dagen. Om uit zijn comfortzone dingen te proeven. En Boy is heel puur oprecht eerlijk. Zijn gezicht zegt alles. Maar hij zou nooit
kunnen zeggen van, oh ja, dit is wel lekker als je iets niet lekker vindt. Ik ga aan de slag. Wish me luck. Ik ga even dadels 10 minuutjes laten weken. Schud je kokosmelk uit blik. Schud er misschien een beetje voor helpen, maar je zult zien dat ik zo meteen ook een deel van het romige echt eruit moet lepelen. Dan ga ik even een stukje van allebei eruit scheppen. Het simpelste moment. Het enige wat je nodig hebt is wel een keukenmachine. En we gaan alles gewoon in de keukenmachine doen. Blenden, proeven en klaar is Kees. Een beetje cacao erbij. Ik heb dus heel erg de neiging om gewoon gesmolten chocolade doorheen te doen. Zodat ik zeker weet dat hij het lekker vindt. Maar dat vind ik dan weer echt een beetje zwak van mezelf. Dus dat ga ik niet doen. Oh, dit ziet er romig uit. Wauw. Ik moet zeggen, ik vind het echt lekker. Het is romig, het is zoet, het is zacht. Maar ik denk dat ik het alleen nog even een kwartiertje in de koelkast wil leggen om het gekoeld te hebben. Ik denk dat hij dan ook lekkerder wordt. Ik ga hem even verplaatsen naar een bakje. Goed, boy. Weet je al wat je gaat eten? Dus er moet niet eerst een jingle komen? Dat in de edit komt het, gaat dan nog op dan. Ik heb mee bemoeien met de edit. Wil je het editen? Het is avocado. Je speelt zo'n. Weet je wat je gaat eten? Wat je gaat proeven? Ja. Vertel. Chocolate mousse. Chocolade mousse. Boy weet het inmiddels al. En je weet dat het niet de echte versie is en dat het een gezonde variant is en zo. Dat is het hele idee van Boy probeert volgens mij. Ik wil je wel even bedanken dat je dit wil doen op camera en zo. Ik weet dat je het normaal nog niet leuk vindt en zo. Maar dat doet hij allemaal voor de views. Ik doe het allemaal voor jou. Oké, ik ga het pakken. Kijk maar. Ja? Ja. Oké, looks good. Looks good? Het ziet eruit als een moes. Ja, het ziet er smeuig uit. Hou je van? Het is niet de moes die je normaal ziet die helemaal strak is en waar je zo doet. En dan zie je echt een gat eruit. Ja, dit is ook niet het luchtige, zeg maar. Dus dit is meer wat ik al tegen je zei. Het is echt een beetje creamy, romig. Het heeft meer de substantie van semifreddo. Dat is denk ik wel. Het is geen ijs, maar het is ook geen... Oh ja, oké. Here we go! Ik ben trouwens chocolade... Fanaat. Alles met chocolade vind ik lekker. Ik heb een paar dingetjes na, maar ik ben heel benieuwd. En dit moet de gezonde versie zijn van chocolademousse. Ja, dus hiermee voed je je lijf. Voed ik mijn lijf, maar het is ook, lekker. Wat gaan we nu zien? Ik heb hem getraind. Wow, je gaat echt voor een grote hap ook. Het is heel erg ruiken. Oh, ik ruik wel avocado. Nee, dat ruik je helemaal niet. Het zou gewoon voor een grote hap gaan, ja. Oké. Je proeft wel dat het gezond is. Hoi. Seriously? Ja. Maar zeg maar gezond lekker. Of niet? Het is denk ik wel een acquired taste. Maar als je dus weet van oké, ik heb de hele week niet zo gezond gegeten, maar ik heb gewoon wel in zin in iets lekkers. Maar laat ik dan nu dan een gezonde variant van iets lekkers doen. Want ik ben niet tegen ongezond eten, maar gewoon op zijn tijd, zeg maar. De substantie heel lekker, maar ik proef wel echt een soort van die smeuïgheid van zo'n avocado en een hint van ook iets van banaan, denk ik. Nee, er zit geen banaan in. Oh, wat proef jij? Ik proef heel erg veel romigheid. Ik proef juist die maple syrup wel goed. Oh, dat zit er ook in. Proef je niet de avocado? Nou, ik zou zeggen, het is bruin, maar ik proef niks van chocola of zo. Oh, er zit wel cacao doorheen. Ja, maar enkel en alleen cacao? Ja. Ja, ik proef geen chocola. Ja? Ja. Ja, serieus? Nee. Ja, maar ik weet niet hoe... Maar als je vanille-ijs maakt en je doet daar cacao doorheen, dan proef je toch ook niet per se chocolade-ijs? Ja, maar je brein zegt dat het chocolade-ijs is dan. Jij bent misschien heel specifiek met dat je dan echt die chocolade wil proeven. Ik dacht nog, zou ik er gewoon gesmolten chocolade doorheen doen, maar... Ik denk dat het dan, want hè, dat je gewoon... Nou, maar dan beats the whole point. Ja, dat is dan niet gezond. Mooi. Ja, ik weet het niet. We gaan nu even de goedkope shit erbij halen. Ja, goedkope shit.
Even voor de duidelijkheid, hier zit in. Volle melk, suiker, melk, chocola, suiker, melkpoeder, kakaoboter, kakaomassa, rijpoeder, melk, emulgator, zonnebloem, lecithine, natuurlijk vanille, aroma, cacaopoeder, magere melkpoeder, gelatine, room, melk, magere cacao, emulgator, mono- en diesel-zuren, van vetzuren, verdikt met paraffijn. En hier ruik je dus echt al chocola, proef maar. Ruik maar. Oh ja, 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 heel erg, ja. Heel veel chocola. Misschien had ik meer cacao erin moeten doen, want ik proef wel echt, ik ruik wel echt heel erg cacao daar. Zo'n grote hap ook meteen. Lekker luchtig. Proeven. En chocola, ja, je proeft er echt chocola. Dus ik denk dat dit, het hele idee van het gezonde, dat is prima. Mm-hmm. Dus ik ben er niet per se naar op zoek, maar zij het maakt en het is er misschien. Ik zou alleen willen dat het misschien iets meer chocola is. Ik hou niet zo van die hele machtige chocola smaak en dat is wel wat hier heel erg in zit. Beetje brownies en zo is voor mij too much. Oh, ga je nog een hapje nemen? Ja, deze ruikt. Het is echt avocado hoor, ik ruik het echt. Ja, ik snap nu wel wat je bedoelt. Ik ruik guacamole, als ik mijn ogen dicht heb. Ja, hele zoete guacamole. Mm-hmm. Heel romig, best wel lekker. Maar niet als je denkt van ik ga chocola bij, eten. Bij iets, ja, dat is denk ik. Als een toetje ergens soort van half overheen of naast. Bedankt voor deze toevoeging. Bedankt voor je aanwezigheid. Ik hoop dat jullie deze eerste aflevering van Boy Probeert, Mijn Vriend Probeert, leuk vonden. Laat alsjeblieft in de comments achter wat jullie hem volgende keer willen zien proeven. Een gezonde variant van iets of zo. Hoe heftiger, hoe beter natuurlijk. Want ik dacht, we leiden dit eerst in met iets een beetje mild. En iets wat binnen zijn eigen, ja, wat je gewoon wel lekker vindt qua chocola en zo. Niet dat je na de eerste aflevering zegt, doe niet meer mee. Want je hebt nu een soort van contract getekend voor het hele jaar. Okay. Bedankt voor het kijken allemaal. En ik zie jullie volgende week woensdag weer voor een nieuwe video. Mwah. Doei allemaal. You're such an idiot. You're such an idiot. Kijk naar links. Is, alle kanten. Kijk even, dit is weer mijn hoofd is eraf, hè? Ja, je hebt gewoon te hoog hoofd. Hier zit die lamp. Ja, dat maakt niet uit. Het gaat gewoon om dat. Ja, dat is het. Ja.